me nog herinneren van, wacht, toen ik judo'de, was het de eerste keer in mijn leven dat ik me echt goed voelde toen ik sportte. Dit is Sportje Comeback vanuit Breda met de live skill sessie van top judoka Roy Meijer. Ja, ik ben in een gezin opgegroeid. Dat wordt een probleemgezin genoemd. En dat is omdat mijn ouders heel vaak ruzie hadden. Mijn vader had heel vaak problemen met mijn moeder. Dat ging over financiële problemen, omdat we weinig geld hadden, maar toch een manier moesten vinden om brood op de plank te krijgen. Mijn vader die had ook losse handjes. Dus als hij boos werd, om wat voor reden dan ook, omdat ik iets deed, of dat omdat mijn zus iets deed wat niet, voor hem niet normaal was, dan ging hij keihard schreeuwen en soms kregen we ook tikken. Als je 7 jaar bent of als je zo'n leeftijd hebt, weet je niet wat er gebeurt. Het enige wat jij voelt, is dat je niet fijn voelt. Je bent de hele tijd gespannen, je bent verdrietig, eenzaam. En je hebt het gevoel van, ik kan mijn moeder niet beschermen. Weet je wel, ik ben niet sterk genoeg. En er waren ook heel veel problemen rondom mij, omdat ik veel problemen op school had. En op een gegeven moment kreeg ik zelf het gevoel dat het mijn schuld was dat mijn ouders nog meer problemen hadden. Dat kwam door mij. En dat komt omdat je als kind kan je niet relativeren. Dat was mijn probleem niet, maar zo voelde het wel. En in die tijd, omdat ik dus veel energie had, werd er aangeraden dat ik misschien iets met sport moest doen. Omdat ik gewoon veel energie had. En toen zei iemand van, laat hem eens een keer judoën. Dat is ook leuk. Toen heb ik mijn eerste judolesje gehad op 7. Ik weet nog dat ik binnenkwam in de dojo. Super spannend, weet je wel. Eerste keer nieuw lesje. Ik zat allemaal tussen indrukwekkende mensen. En heel spannend. En op een gegeven moment kwam die leraar, Wim Kobbe heet hij, kwam naar mij toe en zei, ik was van plan om te gaan stoppen met mijn 70 jaar, maar nou ik zo'n exemplaar zie, denk ik dat ik er wel wat uit kan kneden. Toen pakte hij me met mijn schouders en mijn nek, toen tilde hij me op, mijn voeten bungelden op de grond, even zo rammelen. Hij zei, ik denk dat er wel wat voor jou te maken valt. Ik heb naar hem, de jaren dat ik gejudo'd heb, 2,5 jaar, heb ik perfect geluisterd. Iedereen zei, Roy is zo moeilijk, Roy is zo druk, dit en dat, maar als ik bij hem was, dan luisterde ik. Als ik bij hem was, dan leerde ik. Het was een leraar, het was een coach met natuurlijk gezag. En daardoor heb ik gewoon ontzettend veel geleerd. Dat was mijn eerste les, dat ik erachter kwam dat ik talent ergens voor had. Maar dat kwam alleen maar omdat die persoon de beste in mij naar boven wist te halen. En ik wist nog niet op dat moment dat ik zoiets goeds had, zoiets positiefs had. En dat is precies wat ik op dat moment nodig had. Om heel eventjes uit die bullshit te zijn, uit die problemen, uit die verdriet, uit die frustratie. En gewoon echt in het moment met mezelf te kunnen zijn. Maar in die periode ging het thuis nog meer mis. En het ging zo erg mis dat het niet meer veilig voor mij was om thuis te lopen. Ik liep op een gegeven moment met een mes in mijn zak omdat ik mijn moeder wou beschermen. Dus ik balanceerde op een gegeven moment op de rand van een jongen die kattenkwaad uithaalt naar een jongen die de neiging heeft om criminele dingen te gaan doen. En toen ben ik echt op mijn 13e echt uit huis geplaatst. En toen heb ik tot mijn 17e internaten gezeten. Maar zelfs in de internaten waar ik zat ging het mis, waardoor ik naar jeugdgevangenissen toe moest. Jeugdgevangenissen, dat zijn plekken waar je normaal naartoe gaat als jij de zware delicten hebt gepleegd. Ik zat daar niet strafrechtelijk, maar omdat er geen plek meer was in normale internaten, moest ik daar zitten. Dus in die periode heb ik jaar na jaar, 3 jaar lang moeten overleven. Ik heb gedrag moeten laten zien die niet eigenlijk mijn eigen gedrag is. Ik werd nog agressiever dan ik eigenlijk was. Ik dacht op een gegeven moment dat er een verslag geschreven was, dat vertrouwelijk was en op een of andere manier door mijn ouders werd gelezen, waarin ik sprak over mijn ouders, iets wat ik nooit deed. In vertrouwen heb ik dat verteld. En delen daarvan lazen mijn ouders, waardoor mijn ouders niet meer met mij wouden praten. Mijn moeder wou niet meer met mij praten. En dat was voor mij echt, ik kan niemand vertrouwen, ik moet het zelf doen. En die frustratie zorgde ervoor dat ik op dat moment besloot dat ik koste wat kost, een thuis zou gaan krijgen. Ik heb altijd een huis gehad. En een huis is een plek waar je kan wonen, waar je kan slapen, waar je voeding krijgt. Maar een thuis met een thee, dat is een plek waar jij je veilig kan voelen. Een plek dat van jou is. En als ik dat niet krijg, als mij dat niet gegeven is, dan moet ik het zelf gaan doen. En die drang zorgde ervoor dat ik ben gaan zoeken en echt mijn aandacht naar binnen ben gegaan om te kijken hoe dan. Hoe kan ik een thuis krijgen? Toen besloot ik dat ik daar weg moest. De eerste stap is, ik moet hier weg. Hoe kan ik hier weg? Dat is door mezelf te begrijpen, om mijn gedrag te begrijpen en in plaats van die agressieve jongen die hier moet overleven, ander gedrag te gaan laten zien.
Dus ik ben voor mezelf boeken gaan lezen over wat is het leven. Hoe zitten mensen in elkaar? En het is niet zo dat het een soort film is van... Oh, weet je wel, ik ga in de baai allemaal boeken lezen... en nou ben ik in één keer een advocaat of zo als ik terugkom. Nee. Maar de drang om over mezelf te leren zorgde ervoor... Dat ik een tool in hand had. En dan even fast forward, een half jaar later... kwam ik voor de jeugdrechter. Die ging over mijn OTS, onder toezichtstelling van jeugdzorg. En hij kon bepalen of ik uit de jeugdgevangenis mocht, ja of nee. En ik weet nog dat ik daar zat, bloednerveus. Want ik heb de afgelopen half jaar heb ik mijn eigen in het snot gewerkt... om dingen beter te doen, om dingen over mezelf te leren. En op een gegeven moment kwam hij binnen met zo'n dossier. Alle verhalen die ik van jongs af aan heb meegemaakt. En die gooide die met een klap op tafel en een grote glimlach op zijn gezicht. En hij zei, Roy, weet je dat ik misschien 2, maximaal 3 jongeren in het jaar tegenkomen... die zo een draai ten positieve maken, 180 graden draaien ten positieve. Ik wil jou graag een kans geven om het opnieuw te proberen in de maatschappij. Dus toen ik weer het buiten mocht proberen, ben ik weer naar een judoclub gegaan om verder te gaan met judo. Want dat was voor mij een route om succes te ervaren, een manier om een thuis te bouwen. Ik was echt super lomp en onhandig, maar ik had wel die drive. Dus op een gegeven moment vroeg ze aan mij van, Roy, waarom judo je eigenlijk? En toen zei ik gewoon zonder erbij na te denken, het hoogst haalbare, omdat ik naar de Olympische Spelen wil. En dan heb ik het tegen judoka's met zwarte band... die al gewoon 1 jaar of 10 aan het judoën zijn... die misschien ook wel die droom hebben. Die begonnen ook een beetje te lachen. En dat is echt niet gek gezien hoe ik aan het judoën was. Maar vanaf dat moment dat ik het heb uitgesproken... 1,5 jaar later ben ik Europees kampioen geworden... bij de jongeren onder de 20 jaar. Toen ben ik derde van de wereld geworden onder de 20 jaar. Terwijl ik een blessure had. 2 weken ervoor was mijn knieschijf van zijn plek gegaan. En was mijn knie vol met vocht. Maar met dat en met tape en de drijf die ik had, heb ik dat bereikt. In 1,5 jaar heb ik bereikt waar sommige van die jongens 10 jaar voor werkten. Waarom? Omdat ik zo'n noodzaak had. Zo'n drang om mij om weg te gaan van die verdriet. Om iets te hebben waar ik trots op kon zijn. En zo is het voor mij allemaal begonnen. Tijdens de sessie deelde Roy een aantal tips om je comeback te maken. Hoe vervelend een situatie om je heen ook lijkt, op het moment dat jij vanuit jezelf je eigen gedrag, je eigen reactie daarop aanpast, dan kun je wel degelijk jouw situatie veranderen. Je hebt ontzettend veel invloed. Maar wat nou als het jou lukt om die lat hoger te leggen, om jezelf te willen verslaan? En om daarin te groeien, dat steeds net wat beter te doen. Maar waar het bij mij allemaal begonnen is, het is bij mij begonnen met overleven. Het is bij mij begonnen met mijn hoofd boven water proberen te houden in hele vervelende situaties. Vervolgens ben ik uit die situatie gekomen en heeft mijn sport mij geleerd, heeft judo mij geleerd wat het is om naar doelen te streven. Wat het is om ergens voor te werken en dat je met verzet en met tegenslagen, dat je het kan overwinnen door te blijven gaan, door vast te blijven houden aan je droom en je visie, no matter what. Roy Meijer. Ben jij benieuwd naar meer comeback stories van topsporters? Houd onze socials in de gaten of check de website.